Goeiedag. We laten september achter ons en deze 30-daagse weersverwachting speelt zich volledig af in oktober. Dan kan het bij vlagen wel onstuimig zijn, maar rustig najaarsweer behoort ook tot de mogelijkheden. En dat levert vaak prachtige plaatjes op. Weinig wind zorgt ervoor dat er 's nachts nevel en mist kan ontstaan. En met die laagstaande zon levert dat dit soort prachtige plaatjes op. En de bladeren zullen ook geleidelijk gaan verkleuren. En het is even de vraag of we dat in oktober vaak met zo'n strak blauwe lucht zullen gaan zien. Of dat we toch wel rekening moeten houden met iets meer bewolking en ook meer regen. En of we misschien ook al met een eerste herfststorm te maken gaan krijgen. Als het aan de berekeningen van het Europese weermodel ligt, gaat in ieder geval die eerste week van oktober in het teken staan van rustig najaarsweer. Dicht bij ons land in de buurt wordt een overwegend hogere luchtdruk dan gemiddeld berekend. We zien hier boven het zuiden van Engeland, het westen van Frankrijk en ook boven de Benelux echt wel een vrij duidelijk signaal voor een hoge drukgebied. In deze omgeving 5 tot 10 hectopascal boven het gemiddelde. Als die kern van dat hoogdrukgebied echt pal boven ons land komt te liggen, betekent dat dus weinig wind en dus in die nacht en vroege ochtend nevel en mist. De positie van een hoge drukgebied bij ons in de buurt betekent ook dat lage drukgebieden met meer wind en wisselvalligheid naar het noorden afgebogen worden. En dat zien we in deze kaart ook wel terugkomen in de buurt van IJsland, boven Scandinavië en ook verder naar het oosten, boven de Baltische staten. Daar juist signalen voor een lagere luchtdruk. En als zo'n goed ontwikkeld lage drukgebied bijvoorbeeld de oversteek maakt van IJsland naar Scandinavië en net wat zuidelijker uitkomt, kan dat natuurlijk wel betekenen dat de fronten, warmtefronten, koufronten, ook wel bewolking en regen bij ons kunnen veroorzaken. Dus we bevinden ons wel nog een beetje op het grensgebied in dat opzicht. Maar dat hoge drukgebied bij ons in de buurt, dat vertaalt zich wel terug ook in het neerslagsignaal. We zien hier tijdens diezelfde week, 3 tot 10 oktober, wel een vrij duidelijk signaal voor relatief droog weer. Wij bevinden ons ook net een beetje op het randje daarvan, maar vooral ten zuiden van ons is het echt aanmerkelijk droger, met zo'n 10 tot 30 millimeter onder het gemiddelde. En die lagere luchtdruk ten noorden van ons is ook in die neerslagkaart terug te zien. Het westen van Noorwegen komt bijvoorbeeld natter dan gemiddeld uit de bus, maar ook boven Schotland en Ierland wordt wel 10 tot 30 millimeter neerslag meer dan gemiddeld berekend. Blijven dan met dat rustige najaarsweer te maken houden. In de tweede week van oktober verzwakt het signaal een beetje. Hebben we het nog maar over 0 tot 5 hectopascal. En is er ook niet echt meer een heel duidelijk voorkeursgebied voor zo'n hoge drukgebied. Dus dan wordt het al wel een klein beetje koffiedik kijken. In het noorden van Europa wel nog die blauwe kleuren, daar een wat lagere luchtdruk. Maar ook in de derde en in de vierde week van oktober verdwijnt dat signaal steeds meer en is er niet meer echt een heel duidelijke luchtdrukverdeling aan te wijzen. Wat in die periode wel opvallend is, hebben we het over de laatste twee weken van oktober. Hier hebben we het over 17 tot 24 oktober. Is dat de temperatuur vrij hoog blijft voor de tijd van het jaar. De meeste warmte bevindt zich ten westen van ons, hier boven de Atlantische Oceaan. Daar een beetje een bubbel van warme lucht, 1 tot 3 graden boven het gemiddelde. En dat strekt zich dan een beetje uit over die westelijke helft van Europa. En dat hangt misschien ook nog wel samen met de onzekerheid door tropische stormen, ex-orkanen die de Atlantische Oceaan oversteken en daarmee heel veel vocht en ook heel veel warmte onze kant op stuwen. En ook in die laatste week van oktober, 24 tot 31 oktober, houdt dat patroon een beetje stand. En hebben we dus grote kans op wel boven gemiddelde temperaturen. Nou, begin oktober is 15 of 16 graden gemiddeld voor de tijd van het jaar. En eind oktober is dat al een klein beetje lager. Maar geeft wel aan dat er misschien wel een paar zachte dagen tussen kunnen zitten. Vooral aan het begin van oktober is er wel een duidelijk signaal voor rustig en vrij droog najaarsweer. Echt wel een paar mooie najaarsdagen. Flink wat zonneschijn in de ochtend, wel koud met nevel en mist. Het blijft daarbij vrij zacht voor de tijd van het jaar. Ook eind oktober is er nog een signaal voor bovengemiddelde temperaturen. Maar vooral in de tweede helft van oktober neemt de onzekerheid wel toe en is er niet zo heel veel meer over te zeggen.